Ik zeg maar, kom, jongens, pak een borrel. Serieus? We wachten nu gewoon tot dat het klaar is. Al hier naartoe gekomen, we zijn aan het fine-tunen nog boven, zodat het er perfect uitziet. En ja, er zijn echt te veel mensen op te noemen om te bedanken, want het, ja, dat kunnen we niet alleen. En het is gewoon echt een enorme soort van gezamtkunstwerk met iedereen die iets anders wil hier. En die iets, iemand die iets wil ook, ook als jullie iets zouden willen, dan mag het hier. Dus ik zou zeggen, van harte welkom, ik ben heel blij en ik neem jullie over 10 minuten mee naar boven. Onderzoek. En we hebben de titel van de tentoonstelling dit jaar is Shapeshifting, dus het gaat over nieuwe perspectives. Van oké, okay, alle heilige huisjes worden omgeschopt, zowel heel poëtisch, maar ook echt heel direct. En ik denk dat het heel mooi is om te zien van, we hebben alles ontwerpen voor de vraag van wat betekent shapeshifting voor jou, waarom ben jij een shapeshifter? En nou ja, dat is ook terug te zien in de tentoonstelling. Want dit jaar is Modebelofte krijgt een nieuwe naam. Dat wordt New Order of Fashion. We hebben hele grote ambities. Fijn dat we gewoon van verschillende fondsen, van de Brabant C, Eindhoven Cultuur, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stimuleringsfonds. En ik neem jullie over 10 minuten mee naar boven. Jullie mogen schoentjes aandoen. Oké. Okay. Zie ik weer. Jullie mogen allemaal een schoentje aan. Oké, okay. Eén schoentje? Twee. Ja. Moet even in gecompartimentische afvallen, als u zegt. We put on shoes, like that. Ja. Oh. Komt u maar. Dank u. Bent. Hi, how are you? Een drukvat. Dus we werken met verschillende compartimenten. Welkom in de Fashion Shapeshifting expositie.